De gewelddadige jongeren die op scholen vechten en in het openbaar onacceptabel gedrag vertonen, hebben de verkeerde rolmodellen, zegt minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Voor de ministerraadsvergadering gisteren zei de bewindsman dat de autoriteiten op een duurzame wijze moeten werken aan de aanpak van deze stoere jongeren. De vechtende jongeren niks te maken hebben met vrije tijdsbesteding of niet. Het is gewoon een kwestie van mentaliteit die er nu gaande is. Mensen hebben verkeerde voorbeelden, verkeerde rolmodellen, willen dat gedrag gaan emuleren en doen dezelfde stommiteiten. Ik kan het niet anders uitdrukken, want dat gedrag valt niet goed te praten. Het komt voor in films. Al bijna 20 jaar geleden zei ambassadeur van Suriname Henk Heilweiler dat wij als Suriname soms een kopiegedrag hebben. We kopiëren maar wat we zien in het buitenland. Als we zien dat mensen broeken met onderbroek, waar dat te zien is, kopiëren we dat ongestoord. Zonder bij na te denken, is dat wel wat we willen etaleren aan de wereld of niet? Maar uw punt is een valide punt. We moeten gaan kijken van hoe we jongeren toch wel beter bezighouden na de schooltijden met aspecten die toch wel ertoe kunnen leiden dat ze uitgroeien tot de burgers die we willen hebben in Suriname. De minister stelt dat het departement om die redenen een jeugdprofiel heeft ontwikkeld. Via het programma zullen zaken als naschoolse vorming, die een grote rol vervullen in de vorming van jongeren, aandacht krijgen. Het ministerie is in principe belast met de naschoolse vorming, want de normale vorming vindt plaats door het ministerie van Onderwijs. En wij als jeugdzaken moeten dan gaan supporten met naschoolse vorming, welke diverse vormen kan hebben. We zijn nu bezig al met wat activiteiten. We zijn onlangs ook gestart met de mini-infobeurs in Komowene. Want we denken ook wel dat we jongeren toch wel ook bewust moeten maken van de rechten die ze hebben. En dat is afgelopen vrijdag gestart in Komowene. Met de focus op de rechten die vervat zijn in de Convention on the Rights of the Child. En nu moeten we ook gaan kijken naar andere aspecten van het profiel wat we willen gaan belichten voor de jongeren. McAndrew zegt dat de focus niet alleen op de rechten van jongeren gelegd moet worden. De autoriteiten en andere belanghebbende organisaties moeten ook werken aan de weerbaarheid van jongeren als het aankomt op afleidingen en hetgeen zij waarnemen bij hun rolmodellen.